En nu bij mij aan tafel Luca Berger en Ivana Boersma. Welkom allebei. Dankjewel. Jullie zijn middelbare scholieren, 15 jaar oud. En jullie studeren naast die middelbare school aan het Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Klopt. Daar gaan we het over hebben. Maar ik vertel nog eerst even aan mensen die dit bekijken. Dat wij nu op de helft zijn van Cultuur in Actie. Dat wil zeggen, we gaan 6 dagen zijn we bezig met al deze interviews hier. Met mensen uit de theaterwereld. Zoals jullie, televisie, film. En mensen die vrachtwagens rijden met allerlei spullen. En er worden in die 6 dagen tijd 500 gasten hier gesproken. 7 dagen overigens in totaal. En dat duurt alles bij elkaar 84 uur. En jullie zijn 2 van die 500 gasten. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Amsterdams Jeugd- en Theaterschool. Is dat ter voorbereiding op bijvoorbeeld Kleinkunstacademie of de Toneelacademie? Ja, zo kan je het zeker zien. Maar het is voor kinderen die wel actrice of acteur willen worden, maar ook niet. Het gaat om dat je daar gewoon je kan uiten, alles kan doen, alles kan, je 100% jezelf kan zijn, de energie kan voelen met een klas. Heb je een voorbeeld van een acteur of een actrice? Ja, zeker. Janiek van der Velde bijvoorbeeld. Ik vind hem echt geweldig. Gijs Schot van Aschat, Pierre Bokma, Margot Robbie. Dat is bijvoorbeeld een Engelse actrice die ik ook geweldig vind. En ja, ook heel veel toneelgroepen. Bijvoorbeeld Bambi. Dat is een toneelgroep die ik echt heel goed vind. Ken ik niet. Ja, het is een memegroep. Ik ben heel even de namen vergeten van de 2 mensen die dat doen. Maar zij zijn echt heel goed en ik wil later ook wel de meme kant op. Of de kleinkunstkant. Dus, dat grappige, is grappige keuze, want je ziet het niet zoveel meer, hè, meme? Ja, ik vind meme heel tof, omdat je daar ook nog meer met je lichaam bezig bent. En ja, gewoon hoe je dingen echt goed kan overbrengen met je lichaam en emotie. Nog meer, en dat vind ik heel tof. Ivana, waar studeer je? Hè? Op welke middelbare school zit je in Amsterdam? Ik zit op het MLA, Montessori Lyceum Amsterdam. Ja. Het zit in Zuid, Oud-Zuid. En de Hoppemakade daar in de buurt ergens? Ja, Pieter de Hoogstraat zit het. Ja. Hoeveelstejaars? Wat zei? Hoeveelstejaars zit je? Ik zit nu in de 3e. Van HAVO Atheneum? Ik zit in het gymnasium. Dus ja, dat is wel leuk. En doe je dit als hobby erbij, het theater maken, of wil je de theaterkant ook op? Nou, ik zou heel graag wel de theaterkant op willen. Dat begon eigenlijk, we hadden een keer een projectweek en dan moesten we allemaal mensen gaan interviewen. En ik zat in een groepje van 3 en dan moesten we 3 personen gaan interviewen. En een vriendin van mij die wilde heel graag regisseuse worden. En toen hadden we via een interview geregeld met de regisseuse van GTST. Toevallig ook een vriendin van mijn moeder. En dat heb je zo in Amsterdam. Ja, dan heb je dat is wel grappig, ja. Bij in de buurt, ja. Ja, gewoon bij de kroeg. Ja. Ja, en dus zij begon gewoon heel gepassioneerd te vertellen over hoe zij eerst danseres was. En later actrice en later ook regisseuse. En ik was van, wow, je vertelt zo gepassioneerd en met zo'n mooie energie over iets wat eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet je eerste keus was. Dat was van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dat je werk zo aanvoelt als want heel flauw als gezegd, goede tijden, slechte tijden. Toen het decennia geleden begon, was het een beetje het afvalputje van de theaterwereld. Ja, en wel, later ja. werd het een soort talentenjacht, hè, waar allerlei beroemde acteurs uit zijn genomen. Ja, dus dat is wel heel leuk. Zou je daar een rol in willen veroveren in GTST? Nee, ik weet niet per se. Ik denk dat ik achter de camera, nou voor de camera dan natuurlijk, niet helemaal, dat niet helemaal mijn ding zou zijn. Want ik vind het leuker om op toneel te staan en echt directe interactie hebben met het publiek. En dat je daar gewoon gelijk op kan inspelen en energie kan voelen. Maar als het me wordt aangeboden, zeg ik zeker geen nee. Nou ja. Ik denk dat het er vooral ook om gaat, als iemand zo gepassioneerd over zijn werk vertelt, maakt het niet echt uit waar die werkt. Maar als je zo geïnspireerd raakt zoals Ivana had, dan gaat het daar eigenlijk. Was jij er ook bij dat interview? Nee, maar ze heeft mij heel erg in details verteld over hoe dat was. Dat iemand zo gepassioneerd vertelt. En dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Ja, ouders waren zaterdag hier, hè? Ja, klopt. Wat doen zij? Ze zijn kunstenaars. Eigenlijk allebei. Mijn moeder is filmmaker van origine. En mijn vader is kunstenaar. En ze hebben samen een bedrijf waarin ze samenwerken met kunst, eigenlijk. Dus je hebt het in je genen, in je DNA, overal. Ja, het komt er overal uit. Ja, er is geen andere weg voor jou dan de kunstwereld. Misschien wel. Ja, misschien niet. Nee. En je wilde hier ook zijn, omdat jouw generatie natuurlijk, of jullie generatie, 15-jarigen, hebben we hier nog niet gehad, zover ik weet. Ja. Waarom vond je het zo belangrijk dat jullie je stem laten horen? Nou, ik had dus via mijn ouders kennis gemaakt met deze actie. En ik vond het eigenlijk al meteen geweldig. Maar toen kregen wij allebei een mailtje van onze theaterschool dat zij te weinig aanmeldingen gekregen en dat ze misschien moesten stoppen. Ook via Instagram werd dat dan gepost.
Dus ik dacht van, dit komt nu zo dichtbij, dit is zo belangrijk voor mij. Dus ik belde meteen Ivana op en zei, wij moeten hier nu gaan zitten. Dus je komt hier ook te zeggen van, meld je aan voor die opleiding, anders dan... Ja, gewoon te vertellen dat echt niet weg mag gaan, dat gewoon heel erg belangrijk is. Hebben jullie premier Rutte gehoord ook? Die zei van, jullie generatie moet zijn stem laten horen en de revolutie breken. Ja, inderdaad. Dus daarom zou het ook gewoon best wel dom zijn eigenlijk om de creatieve sector niet... te steunen en daar niet genoeg aandacht aan te geven. Want als je zo een oproep doet aan kinderen om een creativiteit in te zetten, dan moet er ook wel mogelijkheid zijn om die creativiteit in de eerste plaats te ontwikkelen. Zeker. Daar is de camera. Die. Hi. En geef mij een boodschap, we doen het bij jullie allebei, voor premier Rutte. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Want tot nu toe hebben we hem in het debat als het gaat over cultuur en geld naar cultuur nog niet gehoord. Wat is je boodschap voor de premier? Nou, Rutte, ik heb een boodschap voor je. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de creatieve sector meer ondersteund wordt en dat er meer aandacht voor is en dat het ook financieel gecompenseerd wordt, omdat anders kinderen de mogelijkheid niet krijgen om een creativiteit die dan in de eerste plaats niet ontwikkeld kan worden in te zetten en jou daarbij te helpen om een oplossing te bedenken. Helemaal goed, Ivana. Luca, jouw camera staat daarachter, het rode lampje. Je kan hem niet missen. Oh. Of wil je? Die. Zeg het maar, jongens. Daar, okay. Daar is hij. Hallo, Rutte. ik denk dat het heel erg goed is dat je zei dat de jongeren de nieuwe toekomst is, want dat is ook zo. Ik wil graag meer steun voor de cultuursector, ook voor de theaterlessen bijvoorbeeld. Ik wil dat alle generaties na mij nog de kans hebben om naar theaterles te gaan, zichzelf daar kunnen uiten, de energie te voelen van allemaal kinderen die makers zijn, die allemaal dingen willen maken. Dus help ons. Hartstikke goed. Luca en Ivana, het is echt superleuk dat jullie hier lang zijn gekomen. En dat we jullie stem ook hebben gehoord, want die wordt veel te weinig gehoord. Zouden jullie zo goed willen zijn om allebei je naam op het bord te zetten hier? Ja. En stel nou voor wat ik niet hoop en wat uit de grond van mijn hart niet moet gebeuren. Als de Amsterdamse jeugdtheaterschool moet sluiten, hebben jullie enig idee om hoeveel mensen dat gaat die daarbij betrokken zijn, die daar werken? Ongeveer. Ja, nou, er zitten ongeveer 6000 leerlingen op school, op de ITS. En dat is dus ook inclusief de leerlingen die op hun eigen school les krijgen van ITS-docenten. En qua medewerkers zijn dat er ongeveer 65, waarvan 50 leraren. 65 staat genoteerd op dat bord daarachter. Ja. Ontzettend bedankt voor jullie verhaal. Oh ja, nog één ding. Jullie hebben een hele goede op-camera boodschap aan Rutte doorgegeven. Ja. Wij geven aan al onze gasten... Krijgen jullie je optreden zoals je dat hier hebt gedaan en wat je gezegd hebt, dat krijg je op de een of andere manier om te verspreiden via social media. Mm-hmm. Zijn jullie druk op Facebook of op Instagram? Wel op Instagram heb ik dit lekker gepromoot van ga kijken, doe er aan mee. Ik heb heel veel vrienden, ook van ITS, die hier ook graag hadden willen zitten. Okay. Maar een hele goede vriend van mij, Casper, die had hier graag willen zitten. Maar als jullie deze boodschap en vooral jullie oproep, ik zal vragen aan de regisseur of die dat ook even apart kan knippen, zodat dat buiten deze stream naar buiten kan. Het is al gebeurd, hoor ik net. Dus heel graag via jullie generatie, zodat het torentje bereikt. Zeker. Oké, ga naar het bord. Dank jullie wel. Het is fijn dat jullie hier waren.